Ik heb net een hele leuke uitzending afgesloten. En die gaat over Sinterklaas, Zwarte Piet en andere buitenlanders. En dit is deel 2. B. Er komt een B achter. Want wat is een buitenlander eigenlijk? In de vorige uitzending heb ik er bij stilgestaan dat... die mensen uit Suriname, die zagen de bui al hangen. Dus die voelden al de donkere wolken van Desi Boutersen en Ronnie van Brunswijk. Die gingen lopen knokken over de cocaïne doorvoer. Ja. Wij hebben Suriname in de steek moeten laten. Onhoudbare situatie of zo? Ik heb het echt niet begrepen. Nooit begrepen waarom Suriname onafhankelijk moest worden. Waarom? Maakt er niet uit. Je hoort bij ons. We hebben jullie ingenomen. Maar we hebben daar prima huis gehouden, hoor. Die Surinamers waren echt niet ontevreden over ons. Paramaribo, zo. Dat is toch een leuke stad geworden. En heel multicultureel. Joden, Mohammedanen, christenen, bosnegers. Ik heb nog nooit gehoord van een hongersnood in Suriname. En Suriname ging best goed. Ja, toen hebben wij dat dus in de steek gelaten. Ik vind het nog steeds jammer, hoor. We hadden er beter kunnen blijven. Ja, misschien was het te ver weg voor... Weet ik veel. Ah, je moet er niet over zeuren. Maar die Surinamers... Ik vind ze keileuk, man. Voor zover ik ze ken, hè. Ik ga niet de hele tijd verplicht met Surinamers om. Maar de Surinamers die ik heb ontmoet... Ja, altijd geinen. Hebben ze een hoog IQ of zo? Nou, dat... Hoe moet ik dan dat zeggen? Het zijn geen luie werkers. Dat niet. Helemaal niet. Maar die attitude is iets anders. Daar hebben ze toch een punt, hoor. Daarom ga ik graag met dat soort mensen om. Als ze lekker willen... What you work, well, me, we. Een beetje leuk doen tegen de vrouwen. En voor de rest niet bepotelen of zo. Surinamers zijn erg beleefd, hoor, naar vrouwen toe. Degene die ik ken, hè. Kan je rustig je meisje mee naartoe nemen. Er gebeuren geen gekke dingen. Ja, die attitude is niet buitenlands. Laat ik het zo zeggen, ja. Het is innerlijk. Het is een andere visie op je innerlijkheid. Ja, inderdaad, die Surinamers, die zal je niet zichzelf aflopen zien buffelen. Dat doen ze niet per se, nee. En waarom ook wel? Wat heb je nou te doen op een dag? Zit niet al te zeuren, homo. Daar hebben ze groot gelijk in. Cultuurverrijking. En dat vind ik ook met Indonesië. Dat is een cultuurverrijking geweest. Al die toestanden wel gehad. Ja, Nederland heeft zich daar misdragen. In Indonesië en de Molukken. Dit was niet leuk.
eigenlijk met Suriname. De boel wilde daar onafhankelijk worden. En dan heeft de Nederlandse regering ook nog gezegd... ja, als je daar wil blijven, dan mag. Maar dan woon je vanaf 16 januari, huppeltje pup... woon je in Suriname en mag je niet zonder meer naar Nederland toe. Dat is toch een prima oplossing. Leuke lui, man. Maar daarin bij Indonesië, dat hebben wij, dat was niet aardig. En leugenachtig. En moordpartijen. En dat sloeg helemaal nergens op. En ik vind het ook heel erg dat het gebeurd is uit naam van, tussen aanhalingstekens, de Nederlander. Alsof ik mede verantwoordelijk ben voor die soepzooi. Stel dat je klaar is. Meer Surinamers. Maar die Indonesiërs, die... die zagen het ook aankomen en die zijn en masse hier naartoe gekomen. Dan werd het ook onafhankelijk, toch? Toen hebben wij die Molukkers mooi... Ja. Ja, dat was niet leuk. Erge dingen gebeurden. Ja, maar die jappenkampen, dat waren die jappen. Ja. Het was niet leuk wat daar gebeurd is. Uit naam van Nederland, laat ik het daarover hebben. Die jappenkampen, dat komt op de konto van die jappen. Ja, dat ik het even weet. Ja. Het is verder niet zo belangrijk, hoor. Het is maar geschiedenis. Molukse mensen vind ik super. Echt super. Indonesiërs ook. Oh, nee. Ik ken een vrouw en die is een... het heet Indisch. Dus ze had dan een blanke vader of zo. Indonesische moeder. En zij heet iets van Loes of zo. De zus die heet Yeti. En de oudste broer die heet Ton. Zo. Er is nog een zus. Die heeft ook een Hollandse naam. Die mensen die zijn geïntegreerd, totaal. Ja, toen zo'n band, die heette de Blue Diamonds. Dat waren Indo's. Nou, ik ben er trots op dat die mensen hier verblijven. Ik vind het cultuurverrijking. Antillianen, zelfde laken het pak. Een beetje half Nederland. Nee, dat was toch ook Nederlands gebied. Ja, de Nederlandse Antillen. Ja. Dat lijken wel oude vrienden van mij. En ook zo'n jongen, dat is een Antilliaan. Wat ik een keer gedacht dat hij uit Suriname kwam. Hij zo, jij mee dissen. Nee, hij was Antilliaan. Ik zei, oh ja, natuurlijk. En die... hij is een man van weinig woorden. Tegen hem hoef je niet te bullcrappen. Dat kan je ook doen in de kroeg. Hè? Dan begin je over iets te zeuren. En dan... dat heet Finse gesprekken. Wat heb je nodig voor een Fins gesprek? Nou, een liter vodka. En wat is de essentie?
Nou, eens per 2 à 3 minuten van onderwerp wisselen. And now for something completely different. Een levendig gesprek. Hè, dat. Nou, daar hoef je met hem niet te beginnen. Daar begrijpt hij niks van. Doet hij niet aan. Nou, hoeft mij ook niet. Dus geen platitudes uiten of zo. En hij keek wel eens naar mij. En hij, op een dag kwam hij aan de tafel zitten met het Schietcafé. Dat is een leuke tent om hier naartoe gaan, man. Er komen heel veel buitenlanders. Binnenlanders komen daar. Ja. Binnenlanders van buitenlandse afkomst. Zo, kijk, hier kom ik. Zie je wel, ik kan het toch, hè? Logica. We zijn binnenlanders. Jeffrey heet hij. Geen nagel om aan zijn reet te krabben. Hij heeft natuurlijk ook nog dingen gehad met vrouwen. Ja, ik ook. Schept een band. Denk ik allemaal. Ik weet helemaal niks van zijn privé. Hoef ik ook niet te weten. Ik beschrijf hem even. Een schets. En Jeffrey die komt naast me zitten. En die wilde wel even checken die check. Zo van, ja, ik vind jou toch wel een interessante man. En ik heb een paar vragen. Kijk. Schijten beren in het bos. Kom maar op. Hij zei, weet jij wat telekinese is? Ik zeg, ja. Oh ja, wat is dat dan? Ik zeg, nou, dat komt uit het Grieks. Tele betekent ver. En dan kinese, dat staat voor beweging. Objecten op afstand bewegen. Ja, toen zakte hij even van zijn stoel. Oh ja, jij weet dat? Ik zei ja. Dat is de betekenis van telekinese. Het bestaat trouwens echt. Het is niet om mee te spelen. Hier. Net als in je woning. Daar heb je een elektriciteitskast. En daar gaan wij niet mee spelen. Ja. Daarom zit er bij een elektriciteitskast ook vaak iets met een sleutel. Niet fokken in de elektriciteitskast. En zeker die van mij niet. Er staat nog een. Ja, ik heb wel een mooie woning hoor. Er zit een gasmeter in. En die elektrameuk. Hele goede aardlek dingensbeveiliging. En dan zo'n modem van online. En een zendstation voor mijn kankerverwekkende draadloze handtelefoon. Maar die heeft een goede luidsprekerfunctie. Die doet het erg goed. En dan heb ik die telefoon niet aan mijn oren. Dan krijg ik echt. Krijg je er ook last van? Ja, ik wel hoor. Maar je moet niet fucken in de elektriciteitskast. Ja. Staat ook maar mode. Ja, dat andere ding staat er ook nog. Ja. Zo moet je dus niet met telekinese werken. Niet dan. Ik heb het een keer gedaan, hè. Merkwaardig. Ja, het is gebeurd. Ik heb het overleefd. Andere mensen totally freaked out, hè? Oh, wat waren ze bang. Ja, moet je wel. Oké, okay. Het ging als volgt. Men wilde glaasje schuiven. En ik hou van gezelligheid. En ik zei, nou dat mag hoor. Ik had een hele, mijn kamer, ik had een
Oh, dat is zo mooi ingericht. Ja, daar kon je met 6 man kon je daar zitten op kussens, kleermaker zit. En dan een laag tafeltje. Lampje erboven. Ja, dat mag wel op mijn kamer. Oh. Doe jij dan ook mee? Ik zei, nee. Oh, waarom niet? Ik zei, nou. Oh. Ja. Niet spelen in de elektriciteitskast. Glaasjes schuiven is scary business, jongen. Dat kan ik je vertellen. Ik heb het zelf, heb ik het ooit een keer gedaan. Nee, ik heb het nooit gedaan. Nee. Nee. Helemaal nooit. Ik heb erop toegezien dat ze het deden in mijn kamer. Ja. En toen kwam de telekinese. Ze kregen als eerste 3 keer 6. En toen 3 keer 7. En toen snapten ze het niet meer. En toen was het over. Maar nou zeg, saai was dat. Ja. Nee, dat was ik. De vraag was van... er gebeurde maar niks, hè. Er werd me doorgevraagd. En uiteindelijk kwam er iets als van... wie bent u? Nou, krijg je 3 keer 6. Glas weer naar het midden toe. Ze begrepen er niks van. U praat onduidelijk. Nou, komt er ook geen antwoord. Maar doorzeuren. En toen was de vraag... Is hier een entiteit die u verhindert om te spreken? Dan kreeg ze het 777. Ik zat er begonnen was, dan ging ik te kijken, een rode wijn te tanken. Ik hou van gezelligheid. Mensen spelen een spelletje. Ja, dat is telekinese. Dat werkt. Maar daar moet je niet opzoeken, dat moet je niet doen. Iedereen werd helemaal... Eerst als ze van nou, wat een saai gebeuren, zeg ik, had er meer van verwacht. Ik zeg, oh, hebben jullie de boodschap niet begrepen? Je hebt net een gesprek gehad met de duivel. Bang dat ze verder. Ja. Ja. Niet spelen in de elektriciteitskast. Dat weet ik. En Jeffrey die zei tegen mij. Want, ik was dan gekwalificeerd omdat ik wist wat telekinese was. En hij zei, ik zit nu naast jou en ik luister naar jou en dan zit ik hier. Maar ik kan ook daar zitten. En dan wees hij naar buiten, een streetcafé, zo'n terras. Ik kan ook daar zijn. Perfect. Dat noem ik cultuurverrijking. Van Jeffrey hoef je ook niets kwaads te verwachten. Helemaal niet. Iemand met een big smile. Van zijn armzalige laatste centen. Want hij woont nou ergens in Osdorp of zo. Maar dan komt hij af en toe komt hij nog helemaal naar Arnhem toe. Hey Jeffrey. Ja. En meer niet hoor. Wij zijn uitgesproken. Als er een dag komt dat er een project is met een geldschieter en Jeffrey is er dan ook, dat wordt leuk, jongen. Ik en Jeffrey aan het werk. Een beetje geld moeten we dan krijgen. Jeffrey is een binnenlander.
Hij kan wel Don't Cry For Me, Argentina, Huppeltje Pup, ik wil terug naar de Antillen. Ja. Hij zit in ons dorp. Ha, 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 ha. Niks ten nadele van Osdorp. Ik vind het best. Ja, het is. Maar ik ben geen stadsarchitect, dus ik mag er niet over oordelen. Maar wat ik vind van Osdorp. Het ziet er veel te vrolijk uit. Zo vrolijk is het leven nou ook weer niet. Dat vind ik van Osdorp. Veel te netjes. Niet een leefomgeving voor levende geesten. Met wilde brassen van kinderen die belletje trekken. En de bal door de ruiten trappen. Of andere vervelende dingen doen. Zoals kinderen graag doen. Ja, dat weet je toch. Ja, Osdorpje. Ah, maar Jeffrey Seurt ook niet. Echt niet hoor. Ik vind het wel best. Ik zit in Osdorp. En ik ben telepathisch. Ja. Hij kan kiezen waar hij is. Goeie. Die stomme theorie. David Icke. Kennen jullie die? David Icke heeft zo'n. Maar dat is heel stom hoor. David Icke, dat is samensweringstheorie van kinderen van 1 tot 3 jaar of zo. Het is wel heel eenvoudig wat David Icke zegt. En David Icke zegt, heeft hij in principe heeft hij daar gelijk in, dat jij. Je hebt een mind en die kan je afstemmen. Wat noemt hij dan? De body computer of zo? Dat je kan, net als met een radio, en daar gaat hij de fout in, hè, meneer David Icke. Het is geen radio, het is geen knop. Het is een knop, maar dat, hoe moet je dat zeggen? Kijk, een knop. Ik ga het even over. Ik heb het over buitenlanders en binnenlanders. En Jeffrey begrijpt mij, ja? Een knop, die draai je van links naar rechts of vice versa, toch? Of je hebt zo'n friemelmuis en dan kan je nog een beetje x, y doen. Dat zijn maar twee dimensies. Dat is een knop. En de ergste knop is de digitale knop. Die is namelijk aan en uit. Maar jouw aanwezigheid, dat is dus een knop waar je aan moet draaien, maar die heeft oneindig veel dimensies. En hoe draai je dan aan die knop? Hoe maak je jezelf aanwezig vanuit de binnenkant? Dan ben je een binnenlander. En dan maakt het niet uit waar je woont. Want je bent binnenlander. Je bent binnen. Vanuit jezelf. En er lopen hier allemaal mensen in Arnhem. Er zijn allemaal buitenlanders. Ik heb zwaar medelijden met ze. Ze voelen zich helemaal niet thuis. Zitten bibberend te kijken naar Sinterklaas en Zwarte Piet op de televisiebuis. Ja, kijk dan niet. Ja, ik laat een stilte vallen. En het gaat niet goed hoor. Er zijn veel te veel buitenlanders in Nederland. Ook onder de blanken. Ja, die dan zeggen, mijn familie komt uit Schorrol, la la la. Nee, maar jij bent een buitenlander. Een beetje, het werkt ook zo sukkelig, hè. Hier in Nederland. Je schaamt je kapot, man. Ja, van die nationaal-socialistische huppeltje-pup. Dan gaan ze provocerende kleding dragen. En,
Ik hou van de kluiters. Ik maak een strafkamp. En dan wordt Jeffrey uit de Antillen, die wordt de heer Oberkampfwachter. En, 6 maanden lang. Bekhouden, stomme namaak, neonazies. Geert toch weer. Ja, ik schaam me er ook kapot voor, hoor. En al die mensen die op Geert Wilders stemmen. Ja, dat zijn ook allemaal buitenlanders. Je gaat toch niet op Geert Wilders stemmen? Waar ben je mee bezig? Ik kan wel janken. Maar ja, ik huil al zoveel. Binnenlanders, daar gaat het om. En wat is een binnenlander? Nou, dat is een mens die aanwezig is. En die weet waar die aanwezig is. Een binnenlander doet niet moeilijk. Die is waar die is. Er is een man geweest, Kepler heette die. Die heeft die beroemde wetten van Kepler. Planeten, dinges, draaiing. Na Newton was die. En die had geld tegoed van een aristocraat. En op basis van dat tegoed had hij leningen aangegaan. En die mensen in zijn omgeving zeiden, ja, waar blijft de poen? En hij zei, ja, ik krijg het nog van die aristocraat. Mag ik nog een brood en een pak, weet ik van wat? Maar Kepler zat aan de grond. En hij zo, oh, kut. En voor zijn laatste geld heeft hij dan plaatsgenomen in een postkoets. Ja, daar kan je al van alles bij voorstellen. Hè? Dat is geen Mercedes C30 of zo. En in die dagen had je geen asfalt. Ja, Kepler was een binnenlander. Halverwege de rit werd hij ongelooflijk ziek. Hij kreeg koorts. Die man van die postkoets die heeft hem mee naar buiten geholpen. En Kepler heeft gezegd van tanken, als Duitse. Tanken, bied ik aan. Nou, dan kwamen ze bij die herberg. Daar moest ook post afgeleverd worden. Dat was een postadres ook. En dan Kepler heel vriendelijk tegen die Canadische vrouw. Goeden dag, ik ben krank. Zeer krank. Een bed bieten. Nou, dan kreeg hij een bed. En Kepler niet zeiken, hè? Niet geen gemopper van... En waar is mijn kippenbouillon? Helemaal niet. Trouwens hoor je de muziek op de achtergrond. Dat is de Zwarte Pietenoptocht. Hey man. Sinterklaas, echt wel een lekker feest, hoor. Dat is ons suikerfeest, hè? Gaan ze nog een beetje lopen verpesten ook, man. Jeetje. Hey, Kepler, die is dood gegaan daar. Ja. Die was in één keer van al zijn schulden af. Kepler was een binnenlander. Ja, niet gezeken, niet, helemaal niet. Ja, hij kon er ook niks aan doen. Hij had geld te goed van die aristocraten. En in die tijd had je nog niet via het internet van die incassobureaus. Nee, dat moest die man helemaal in zijn eentje doen. Dus Immanuel Kant heeft opgeschreven. Kepler stierf een miserabele dood. En dat had hij als... een hoeksteen of zo. Van hier ga ik vanuit. Ja, ik weet het niet. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Als ik Kepler was geweest, denk ik, ja... Had hij nog meer moeten doen, man. En dan in zo'n hobbelkoets. Als de eerste beste schooier... op weg naar je poen. En die kan je vervolgens allemaal uitgeven in je thuisdorp. En iedereen blij. En
Ja, en wat dan? Want zijn wiskunde was klaar. Ja. Nee, ik weet niet of Kepler een miserabele dood gestorven is. Hij was een binnenlander, in elk geval. Een aardige, vriendelijke man. En slim. En het gezeur van Geert Wilders over Marokkanen. Ik vind het te flauw voor woorden. Ik vind Geert Wilders... Ja, nou... Ik wil hem niet beledigen. Het is moeilijk om Geert Wilders niet te beledigen. En toch de waarheid te zeggen. Ik heb met hem te doen... Heb ik hem niet beledigd. Geert Wilders is een clown. Hij was maar een clown. In het wit en in het rood. Hij was maar een clown. Maar nu is... Hij dood, de herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Hij was maar een clown. Heb ik hem niet beledigd. Het is een mooie rol om de clown te zijn van Nederland. Hij lijkt een beetje op die clown van dat boek van Stephen King. Die is mooi verfilmd. Ik zou dat boek niet... Dat boek heb ik... Hey, dat is wel een mooi boek. Ik ben het kwijt. Jammer, die had ik voor 60 euro. Ik zit mijn laatste centen te tellen. Hè? It heet die... dat epos. Daar komt ook een clown in voor. Als Geert Wilders... Dat is geen belediging. Ja, helemaal niet. Het was een hoofdrol van de clown. Aan het einde van de rit... Ja, ik weet niet hoe dat... Ja, je moet die film nog een keer kijken dan. Het weer, dat is verfilmd ook alweer. Je beroemde jongen. Spielberg. Gok ik. Steven Spielberg. Steven Spielberg. Spielberg. Die Jood. Stomme regisseur. By the way. Die heeft een slechte film gemaakt. Die film die heet... Shoah. Ja. Dat is een hele slechte film. Ja, toch over buitenlanders. Maar dat, die Steven Spielberg is een buitenlander. Dat is geen Jood. Joden horen bij ons. We van alles. Iedereen hier in Nederland heeft Joods bloed. En de slimmerikken die gaan een Bijbel lezen en dan begin je met de boeken van Mozes. Ja. Het heet het Joods-christelijke dogma. Dat zijn wij. We zijn ontzettend Joods. Blijf met je... Wat hebben we weer gezegd? Blijf met je tengels van onze kutjoden af. Ja. Zwarte verf op een witte muur. Er is nog een foto van gemaakt. Blijf met je poten van onze kutjoden. Ik denk dat dat er stond. Jezus, man. En die Joden lachen.
Hava, Nagila, Nagila, la la. Onze taal, Jiddisch bijvoorbeeld, is een, even kijken hoeveel minuten ik nog heb. Hoor. Is zo'n leuk verhaal. Ik heb het over buitenlanders en binnenlanders. Hè. En heb je dat duo, dat zijn twee broers. En die heten Dinges en Dinges Koen. C-O-E-N. Dat lijkt op Cohen. Dat is ook nog een heel verhaal van te vertellen. Joden hebben een rijke traditie. En die gebroeders Koen, die hebben die film gemaakt. Ik heb hem hier. Hoe heet die nou? Oh, wat een leuke film. Die man die is wiskundedocent en die vreest voor zijn baan. En dan wordt hij wel gepromoveerd. En zijn vrouw die gaat wipperen. Dat is echt een hele leuke film. Alles gaat fout. Een slapstick van een movie, man. En die begint met een hele merkwaardige scène. Die komt in de rest van de film niet meer terug. Maar je moet er nog een keer gaan kijken wat die eerste scène nou te maken heeft met de rest van de film. En in de eerste scène, dan wordt er Jiddisch gesproken. Jiddisch, dat kan je... Dat is voor ons te verstaan. Mengeling, wat is dat? Hoe moet je dat nou noemen? Zigeunerduits? Zo. Ja, een zwerf. Ja, een zigeuner is een zwerver, hè? Een zwerfduits of zo. Je kan het goed verstaan, hoor. Een beetje die woorden weten. Piketanesi, dat is jenever. Jiddisch is een hele leuke taal. Vind ik. Hè? Grappig, hoor. Wat ik wel leuk vind, Jiddisch, die mensen kunnen de G. Er zijn er maar weinigen onder ons die de G kunnen. Die hebben die Limburgers, die vluchten daarvoor weg en die hebben zo'n G. Ja, maar dat is geen G. Ja. Ik het woord Aria, dat staat voor leeuw. Hè? Dit heb ik van Umberto Eco. Hè? In zijn boek Op zoek naar de perfecte taal. In Search of the Perfect Language. Leuk boek. Ik heb het niet meer, helaas. €85 anders. Ja, €85 kwijt. Ha, 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 ha. Ja, op deze manier word ik echt Joods en rijk. Ja, Aria, dat staat voor leeuw. Mijn Hebreeuws is niet zo goed, maar... En dat Jiddisch is dan een, ja, iets met Hebreeuws en Duits. En, ja, dat klinkt wel leuk, hoor. En die openingsscène van die film, hoe heet die nou? Schiet me zo te binnen. Van de gebroeders Koen. Anders ga je ze allemaal maar kijken. Al die films van de gebroeders Koen zijn goed te doen, hoor. Leuk verzorgd. Goede casting. Iedereen speelt lekker vrij. Dat is een goede regie. Helemaal heel netjes. Het zijn mooie films. En dan hoor je dat Jiddisch. Een bizar verhaal, man. Dat zal wel ergens in de Huppeltje-pub staan. Komt niet uit het Oude Testament in elk geval. Misschien dat zij Talmoedische zijn. En in Talmoed, dat zijn buitenlanders.
Babylon is dat. Babylon is buitenland. Er zijn geen binnenlanders. Wij zijn hun vijand, vinden zij. Zij hebben de oorlog verklaard aan ons. De binnenlanders. Oh, jullie een beetje binnenlanders zijn. Nou, hier heb je ze hoor. Hoppakee, Syriërs erin, Somaliërs erin, Kenianen erin, Turken erin, Libiërs erin, en die Marokkanen, ben ik die vergeten, ook nog in, de volpompen. Met buitenlanders. Moeten wij al die buitenlanders binnenlanden gaan maken? Ik wil het wel doen hoor. Moet je mij een beetje poen geven? En dan stop ik met alcohol drinken. Serieus, ik ben niet verslaafd of zo, hè? Stop ik met alcohol drinken, ik rook ook geen tabak meer, helemaal niks meer. Ja. Bronwater. Ik neem een kunstgebed. En dan ga ik voorlezen uit de Koran. En die kleuters vertellen wat erin staat. Kleuters, hè? Kereltjes van een jaartje of 4, 5. Waarom niet? De Koran is zo ingewikkeld. Nou, daar kan je die kleuters goed mee voor de gek houden. Dan een assistent erbij die het in het Arabisch. Ja, dat vind ik toch wel. Ja, je kan het niet maken om Koranles te geven uitsluitend in het Nederlands. Maar wel om te beginnen. En dan die mooie Arabische zang erachteraan. En al die kinderen krijgen een kopje thee van tante Gerda. Ik wil het wel doen hoor. Maak ik er binnenlanders van. Maar ja, niemand betaalt mij. En ik heb ook nog geen zin in een kunstgebit. Ja, dat. Ja, wat zijn je kansen dan, hè? Maar het gaat de verkeerde kant op, hoor. Ja, dat brom ik, ja. Dit wordt helemaal niks. En het antwoord is dat wij binnenlander worden. Net als Jeffrey. Die is ook niet zo heel blij met die. We zitten hier in Osdorp of zo. Maar hij is binnen. En jij gaat beginnen met het te zijn en wezen van binnen. Deze maatschappij stelt niks voor. Er was ooit een multicultureel Nederland waarin ze, als je ging klaverjassen, dat je van tevoren moest vragen, spelen we Amsterdams of Rotterdams? Het heeft iets te maken met de regel op overtroeven of zo. Ik vond het allebei leuke spelletjes. Rotterdams? Oké, gaan we Rotterdams. Amsterdams? Oh, is ook goed. Doen we Amsterdams. Dat maakt niet uit. In de beschenking, in de beperking laat de meester zichzelf kennen. Door de beperking komt de meester tot leven. Op zijn Duits klinkt het mooier. In die beschenking kent der meester. Toch? Kent zich der meester. Dat maakt niet uit. Spelregels zijn spelregels. Amsterdams, Rotterdams. Toen ik met mijn ouders voor het eerst naar Noord-Holland ging, naar Schorl. Ik kon die boer. Wat? En dan moet je even wennen. Oh! Die sprak hele gaar anders. Ja, dat was het multiculturele Nederland. Ja, dan.
ben ik ook nog in Groningen beland. Nou, dat kon ik ook binnen no time verstaan, by the way. Ik kan het niet spreken. Dat niet, maar ik kan het verstaan. Geen enkel probleem. En toen Fries geleerd. Ja, Nederland was multicultureel. Het was een boeket van culturen. Vechtpartijen tussen Groningers en Friesen. Bij de Paasmarkt. Het ging altijd om een meisje. Zo'n vent, zo'n Gunninger. Ja, ik weet niet op welk grondterrein die betreffende battle is uitgevochten. Maar laten we ervan uitgaan, het was in de buurt van Drachten. Dus dat Friesland. Ja. En er zijn er een paar tafels gesneuveld en wat stoelen. Ha 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 ha. Ja, die tafels, tafels, wat ik veel, man. Een paar poten eronder, wat de planken eroverheen en bier er bovenop. En Adam sloeg Eva met de suikerbieten voor de kont. Hola. Die, hola, dia. Het gaat nog een hele tijd door. Zo'n zuinig orkestje. Ik ben bij zo'n evenement geweest. Was er toen geen knokpartij, by the way. Hoeft voor mij ook niet per se. Waarschijnlijk al het einde van de multiculturaliteit van het noorden van de rechterkant van Nederland. Dat die Friesen allemaal aardig gaan lopen doen tegen die Gunningers. En voordat je het weet gaan die Friesen allemaal Gunning spreken. Dat moet je ook niet hebben. Die Groningers die blijven Groning spreken. En die Friesen die spreken Fries. Een beetje uithuwelijk onderling. Ja, dat moet wel kunnen. Maar dan is het wel zo dat je hebt een Friese dochter en een Groningse schoonzoon. Ja, en wordt ze dan Fries of wordt ze Gronings? Ja, dat weet je dan niet. Maar ze worden één van beiden. Toch? Dat heet toch multiculturaliteit? En Drentenaren, dat is een heel ander volk. Dat is echt heel anders, hoor. Drenthe worden gezien als de Gunningers en de Friesen. Zandhoop. Plaggenhut lui. Zo. Die Gunningers die zitten daar. En dat is ingepolderd. Ongelofelijke kutgrond. En het waait daar heel hard. Man. Ho, 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 ho. Nou, die Friesen hebben het iets beter. Die hebben die merenpartijen. Het Tjeukenmeer. Ik ben er nog overheen gevaren met een zeilboot. En die Drentenaren, ja, dat is een zandhoop. Ha, ha, we gaan naar de hunebedden. Ja, maar het is een hele oude stenen. Ja, nou en? In Leeuward, Leeuwarden, daar liggen ook hele oude stenen, hoor. Die zijn ook heel oud. Ja, niet zo oud als de hunebedden, maar qua steen lijken ze net zo oud, hoor. Je beetje kijken naar hunebedden. Drenthe is weer een andere vibratie, zo. Dan heb je dat Overijssel. Met, dat is toch Twente of zo? Die hebben ook een eigen dinges. Bladprot. Dat is bosgebied. Ja, veel bos.
Kanalen, zoiets. Overijssel, ik. Nee, niet mijn ding. Zwolle vind ik ook een kutstad. Wat een lelijke stad. Niet dat Arnhem zoveel mooier is, hoor. Maar dan ken ik tenminste de weg. Ja, weet je wat meer? Gelderland, daar zit ik dus nu, hè? Arnhem. Gelderland is een leuke provincie. En dan naar onderen toe, dan begint weer een nieuwe cultuur, heb je Limburgs. Heel anders. Die taal, dat mag. Het mag geen. De Friese hebben een eigen taal, maar de Limburgers niet. Vind ik ook gemeen. Waarom maak je Limburgers niet tot taal? Wat is dat nou? Het is heel leuk, hoor. Een mooie taal. Mooi zangerig. En dat Bourgondische hebben ze. Rete katholiek. Dat dan wel, maar. Maar Limburgse katholieken, dat zijn. Ja, die mensen die naar de kerk gaan, dat zijn aardige mensen. Dat wel. Ja. Beetje steug. Maar als je je gedraagt in Limburg, wow, iedereen je vriend, joh. En leer de taal een beetje spreken, alsjeblieft. Leer het minimaal te verstaan. Brabant is weer een andere cultuur. Ook katholiek. Is onder de rivieren. Dat is wel apart, hè, Nederland, met die multiculturaliteit. Dat we hetzelfde probleem hebben als Duitsland. Dat, alleen boven de rivieren. Alleen de rivieren konden de katholieken tegenhouden. Wij konden er niet tegen. We hadden rivieren nodig. Ja, de katholieken die konden die rivieren niet oversteken zonder dat wij hun poten in de fik zouden steken. Dus ja, toen was het afgelopen. Dankzij de rivieren hebben we nog een beetje fatsoenlijke geloofsmogelijkheden. Nou, Brabant is onder de rivieren, dus dat is katholiek. En Zeeuws-Vlaanderen, dat is weer anders. En dat wordt allemaal één grote monoculturaliteit, want... Ja, straks heb je in Zeeuws-Vlaanderen ook 30% Somaliërs, net als in Denenkamp. Ja, we moeten de Somaliërs eerlijk verdelen over het hele land. Ja. Zielig voor die buitenlanders. Die gaan eraan kapot, hoor. Het is ook heel erg... De Koran, even voor jullie binnenlanders, jullie kunnen tegen, hoe heet dat? Doorbrieven van feiten. Je kan zeggen roddelen. Het gaat om wat ik gehoord heb. Ik heb gehoord dat de Koran een plan was. Daar zat een politieke agenda achter. Dat plan is uitgedokterd door dokter wie? Dokter who? Het Vaticaan natuurlijk. Babylon. In het jaar... moet dat geweest zijn... De publicatie van het boek vond plaats in de 7e eeuw. Grof gezegd. Het idee voor dat boek is
geformuleerd in de vierde eeuw. Pin me niet vast op exacte jaartallen. En de vierde eeuw was ook de eeuw waarin het Vaticaan, Babylon, het christendom tot schaapjes nam. Oké, jullie willen allemaal schaapjes zijn? Nou, kom maar bij de herder en noem mij de Heilige Vader. Dus in die tijd hebben ze dat plan opgesteld voor de Koran. Dat was een heel gedoe. Die Arabieren, dat schrift. Het... Ja, maar. Dus hebben ze, wat hebben ze nou gedaan? Ze hadden een probleem met klinkers. Zoiets was het. Iets met puntjes of... Kijk, de westerse taal, los van het Hebreeuws, dat is een alfabet van 26 letters. Daar kan je alles mee schrijven. Een beetje... Je hebt iets van diacritische tekens nodig, zoals kippen-ei. Maar dus kippen-ei, dan moet je een trema zetten boven de laatste e. Je kan ook zeggen... dat ei is van een kip. Dan ben je van die diacritische meuk af. Het Arabisch kan er niet zonder, hè? Het zit helemaal vol met stipjes en streepjes. En dan ook van rechts naar links. Dat kan ook niet. Je leest niet van onder naar boven. Je leest van boven naar beneden. En je leest van links naar rechts. Zo zit je lichaam in elkaar. Je bent als mens een asymmetrisch wezen. Jouw hart zit aan je linkerkant. En heb je je hart aan je rechterkant. Dan word je niet oud. Dan krijg je hartproblemen. Je bent als mens asymmetrisch en je leest van links naar rechts. En van boven naar beneden. Hier. En Arabisch is een achterstevoren. En wel van boven naar beneden, maar dan wel van rechts naar links. Ja, dat is half fout en dat is nog steeds fout. Hebben ze die Koran geschreven. Toch gedaan, hè? Baggerwerk was dat. Oh, wat slecht. Nee. Ik wil geen... Nee, geen ruzie of zo, hè? Ja, het is... hoe moet ik dit repareren? Wat ze gedaan hebben... Babylon... Dat was slecht. En ik heb gehoord, ik moet hier echt aan werken. Nee, ik wil absoluut geen ruzie met Mohammedanen, Koranisten. Echt niet. No way. Er is een beweging, nu bezig, om alle geschriften, alles te verzamelen. En daar een kanonieke Koran van te maken. En dan hopelijk in het Engels. Ben ik hier goed mee weggekomen? Dank jullie wel. Dan ga ik het in de volgende uitzending hebben over de waarde van de Koran. Dat mag je niet minachten. Het is slecht gedaan. Uitvoering was klote. Maar ze hebben de Bijbel ook verpest. Dus... Ja, wij kunnen moeilijk tegen die Koranisten zeggen van... wij zijn de pot en we verwijten de ketel dat hij ook zwart ziet. Nee, onze geschriften zijn ook verpest.
Maar dan hebben ze in de Koran, hebben ze dan... Dat is aan kledingvoorschriften. Dus, ja, vrouwen niet in de blote kont over straat laten lopen. Dus bedek jezelf, alsjeblieft. En dan heel formeel, met een boerka of een niqab. Dat is geschapen vanuit armoede. En er moet een heel stuk textiel om je vrouw heen. En ja, wat kost dat? Ja, een boerka, dat kost bijna niks. Oké, doe maar een boerka. Als je geld hebt, dan kan je er... Ja. Kijk, een mens laat aan een ander mens het gezicht zien en de handen. Dat is alles. Je haar bedekt houden. Een hoofddoek of zo. Maar vrouwen zijn aantrekkelijk. En mannen zijn ongelofelijke sukkels die er altijd maar weer op reageren. En dan is een oplossing om dan die vrouwen te behangen met zwart textiel. En dan krijgen die vrouwen te weinig zonlicht. En dat is in Arabië misschien geen probleem, want dan heb je hammams of whatever. Nee, dat is het Turkse. Dan kunnen die vrouwen nog een beetje zonnebaden of zo. Maar hier in Nederland, er schijnt de zon helemaal niet. Ja, af en toe. En dan loopt zo'n vrouw in boerka over straat. Die krijgt osteoporose. Dat heet Engelse ziekte. Vitamine D, huppeltje pup, gebrek. Er is één vitamine, ja, er zijn er meer hoor, maar een vitamine die wij zelf aanmaken, is vitamine D, huppeltje pup. Heb je zonlicht voor nodig. Dan maak je vitamine D, goed voor je botten. En die arme buitenlandse vrouwen, die lopen hier in Nederland over straat in een te overdadig aangekleed, hoor. Dan krijgen ze kromme benen. En, ja, dat is osteoporose. Zwakke botten. Je botten worden van rubber en het... Nee, dat is niet leuk. Zakt allemaal door en het gaat pijn doen ook nog een keer. Jezus. Arme buitenlanders. Ik zou het leuk vinden als Geert Wilders... Hoe moet ik dat regelen? Maar goed, Geert Wilders... Die maakt een ongelofelijke stampij... Over het feit dat de zonnebank gratis moet zijn voor iedereen. Ook voor Nederlanders. Het gaat betaald worden vanuit het Nationaal Zonnebankfonds. Dus alle lege winkelruimtes hier in Arnhem worden volgeplemd met zonnebanken. Iedereen mag zijn eigen zonnebank. Want mensen hebben een zonnebank thuis. Ja, dan ga je één keer per maand ga je eronder. Ja, zet dat ding neer bij het Nationale Zonnebankcentrum afdeling gebeuren. En dan kamerschermpjes eromheen. We doen het lekker multicultureel. Dus de Turken mogen zorgen voor de gordijnen. Nou, voor de rest iedereen zijn mond houden en onder de zonnebank liggen. Gratis. Ja. En je bloot er niks niet. Nou, een verdwaalde Hollander... die denkt van... oh, ik ga het ook een keertje doen. Ja. Maar die Turkse vrouwen... en die Marokkaanse vrouwen... en die Syrische vrouwen... één keer per maand minimaal hoor. Oh,
lekker in je blote reet liggen zweten. Lekker heet. Lekker hoor, zonnebank. Het zou gratis moeten zijn. Vanwege de buitenlanders. En vooral hun vrouwen. En vooral hun vrouwen. Twee betekenissen. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat ik bijgedragen heb aan de waarde van de binnenlander zijn. Als jij bloemkooloren hebt, of een kromme neus, of een lullige vrat op je linkerdinges, net als Lemmy van, weet ik weer, Motorhead. Dat maakt niet uit. Lemmy van Motorhead was een binnenlander. Ja? Frank Zappa was onderweg. Nee, ik hou niet zo van Frank Zappa. Dit is een beetje scary. Ja. Maar dit is ook wel een boodschap. Maar niet op te dansen. Je hebt dat mooie nummer van hem. De marteling houdt nooit op. The torture never stops. En dan hoor je zo'n meisje. Maar daar zit hem wel een beetje een swing in. En dat mooie nummer van Frank Zappa, De Joodse Prinses. Dat klinkt ook wel lekker. Doe mij maar. Ja, de binnenlander. Maakt niet uit wie je bent. Ja, maar ik ben een zoon van Frank Zappa. En dat maakt er niet uit, jongen. En ook mensen die zijn een kind van Bob Marley. Is ook niet zo leuk. Nee, ik ga lekker door. Ik maak nummer C over Sinterklaas, buitenlanders en... wat is het weer? Nee, Sinterklaas, Zwarte Piet. En andere buitenlanders. Dank jullie wel voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. En op zijn hamburgers, zag ik. Tjus. En dag, lieverds.